Een bijzondere dag vandaag voor veel Friezen in Groningen, want vanuit de Martinitoren klonk het Friese volkslied. Om dat voor elkaar te krijgen heeft studentenvereniging Bernlef €2500 opgehaald voor de voedselbank en onderhoud van de Martinikerk. Naast alle donaties kwamen ook nog veel mensen naar de Grote Markt om te luisteren, dus de actie is goed gelukt. Zeker, dat was heel geslaagd. Precies wat we ervan verwacht hadden. Ja, heel leuk. En hoe was het om het dan hier te horen? Ja, het was echt mooi, ja. Dat is toch een stukje Fries trots wat je dan hier in Groningen hoort. Van ja, dat voelt wel goed. Ja, fantastisch. Ben je zelf Gronings of Fries? Nou, ik ben van Friese afkomst, maar ik woon dan 22 jaar nu hier in de stad. En het is gewoon geweldig om het vanuit mijn toren te beluisteren. Nou, dat doet me wel wat. Ja? Wat doet het u precies? Nou, mijn roots komen uit Friesland, maar ik ben hier gelukkig geworden. Dus dat is een combinatie van beide. Ja, dit is natuurlijk geweldig. De studentenvereniging bedacht de actie na een oproep van stadsbeierdier Auke de Boer. Hij speelt in december en januari elke dinsdag een verzoeknummer in ruil voor een donatie aan het goede doel. En toen dachten wij, wat een leuke actie. Geld naar het goede doel en we kunnen het volkslied horen in Groningen. Dus dat vonden we heel leuk. We zitten bijna op de 2500. We hopen dat nog te halen. Het scheelt nog een paar tientjes. Nou, gaat naar een goed doel toe. En het is toch gewoon hartstikke leuk dat wij hier gewoon weer zijn. En, ja, we zingen even mee en we gaan weer naar huis en klaar is Kees. Ja, toch? Ja, dus, nou, precies. Ja, meer is niet. Wat vind jij ervan? Ja, ook leuk. Friese trots, hè? Ja, ik herkende wel iets inderdaad. Sommige stukjes, maar niet alles natuurlijk. Dus, ja, maar je kon wel het deuntje horen, hè? Van, van Friese bloedje erop. Ja, absoluut. Ik vond het heel mooi. Ja, nee, ik ben er speciaal voor gekomen. Ik kom uit Friesland. Dus, je bent op de fiets uit Friesland? Nou, dat niet. Nee, ik woon in Groningen. Dus Oké. Wat vind je van de actie? Ik vind het fantastisch. Nou ja, ook dat er zoveel geld mee opgehaald is natuurlijk. En ik vind gewoon altijd die Friese-Groningse rivaliteit gewoon, vind ik heel leuk. De studenten hadden niet verwacht dat er zoveel mensen op zouden reageren. Nou, zoveel reacties? Nee, absoluut niet. We dachten misschien halen we een paar €100 op, dan waren we al heel blij geweest. Maar zoveel media-aandacht, dat hadden we nooit verwacht. En alle reacties, overwegend positief denk ik wel. Dus nee, dat hadden we echt niet verwacht. Ik vind het geweldig. Ja, absoluut. Ja? Ja. Genoten ook? Ja, echt heel leuk. Echt de commotie die erbij komt, is echt heel erg leuk. Het is leuk. Ja. Machtig mooi zo op zijn Fries. Ja, dat vind ik echt mooi dat het zo groot wordt. Dat hadden we echt nooit verwacht. Dat is zo, ja. Dat iedereen dat zo groot oppakt en alle mensen hier op een grote markt te komen te kijken, ja, heel mooi. Het waren niet alleen leden van Bernlef ook, dus ja, heel leuk om te zien dat Friese, maar ook Groningers overal vandaan kwamen kijken. Ja.